We staan in het gemeentehuis omdat we een kasteeltuin te benoemen hebben. Een kasteeltuin van kasteel Assenburg. Wat is ermee aan de hand? Nou, dat klopt niet te benoemen hebben. We hebben vorige week al de kasteeltuin benoemd tot gemeentelijk monument. Vanwege de bijzondere status van deze kasteeltuin. En wat is die status dan? Nou, het is een hele bijzondere tuin. En het is een heel mooi voorbeeld van de kasteeltuinen zoals die in vroeger tijden hier regelmatig voorkwamen. Je hebt het over tuinen, deze omgeving. Waar praten we dan over? Alleen Heemskerk of heel Noord-Holland? Nou, Heemskerk die heeft natuurlijk kasteel Assenburg en kasteel Maquette. Maar zo stonden in Heemskerk en ook in Beverwijk en in de regio stonden nog tal van kastelen. Die kasteeltuinen die zijn grotendeels verdwenen. En de combinatie van deze kasteeltuin in combinatie met het huidige kasteel Assenburg maakt het zo bijzonder. Door wie werden die kastelen eigenlijk neergezet hier zo? Dat is uit de tijd van de 16e, 17e eeuw en dat was de toenmalige adel. Ja. Vooral de kooplieden, denk ik, uit Amsterdam en omgevingen. Nou, nog eerder werden de kastelen hier neergezet ter verdediging van het gebied. En in later tijden kwam de adel die kastelen dan kochten en er gingen wonen. Wat betekent dit voor de gemeente Heemskerk, dat je zo'n monumentale tuin in je gemeente hebt? Nou, dat is natuurlijk een hartstikke mooi voorbeeld om toeristen naar onze gemeente te trekken, zeg maar. Maar het is ook voor de Heemskerkers van belang. Het is toch een stukje historie van onze gemeente. Kasteel, kasteeltuin, entree, Odin, Hoflaan. En het leuke is trouwens ook nog dat de toegang tot Assenburg zit nou hier, hè? Ja. En, maar die zat vroeger, toen het kasteel gebouwd werd, zat die hier. Oké. De monumentale kasteeltuin Assenburg. Hoe lang bestaat die tuin al? Nou, hij is in begin 2000 is natuurlijk het gebied rondom Assenburg is ontwikkeld. Dat is ook de eerste start geweest voor de ontwikkeling van deze tuin. Het is zo dat de tuin er in de huidige vorm vanaf 2011 is. Het is een tuin zoals die begin 1700 door Jean Deutz is ontworpen. Dus dat was een koopman uit Amsterdam. En die heeft een Assenburg toen gekocht en heeft er een tuin in Franse stijl gemaakt. Zoals de tuin er nu uitziet, is dus, zeg ik nogmaals, in die tijd is die ontstaan. En we hebben afbeeldingen, zoals een gravuur uit 1729, gebruikt om de tuin op deze manier te kunnen ontwerpen. En je praat niet alleen over de tuin, want er zit een heel gebiedje omheen waar je doorheen kan wandelen en zo. Hè? Ja, dat is ook het bijzondere van de tuin. Het is natuurlijk niet alleen de tuin aan zich. We hebben een moestuin, er is een boomgaard, er is een rozentuin. En dat maakt het natuurlijk wel heel bijzonder. En een restaurantje waar je zeker met dit warme weer wat kan drinken. Ja, er is een koetshuis. Ik bedoel, daar worden educatieve zaken gedaan. En natuurlijk de vrijwilligers die de tuin bijhouden en beheren. Ja, die hebben een onderkomen gekregen. En dus al bij elkaar is het een prachtig gebied. Dus jullie hebben er echt een soort uitje van gemaakt, dat gebied waar mensen naartoe kunnen komen? De vrijwilligers die daar de tuin beheren en onderhouden, zijn zeer gedreven in het de tuin weer naar de bevolking brengen. Ze nemen daar ook bijzondere initiatieven in, zeg ik het educatieve, zei ik al. We hebben daar toch wel behoorlijk wat evenementen ook. Er komt straks in september komt er een fantastisch evenement, de Schemering. Een prachtige voorstelling komt daar. Ik bedoel, wat de cultuur in Heemskerk toch wel weer naar een hoger plan trekt. Die kasteeltuin die proberen we dus meer terug te geven aan de Heemskerkers. Mm-hmm. En ja, daar proberen dus allerlei soorten van activiteiten te ontwikkelen. En daar is de Schemering is er aan één van. De stichting die de kasteeltuin beheert is zeer ambitieus. Er zijn ook nog wel, als we zo hier en daar eens met de stichting praten, plannen om het hele gebied wat betreft rondom Assenburg wat meer te betrekken bij recreatie en dat soort zaken. Dus ja, ambities zijn er. En wat je net zei van, goh, het is een dagje uit. Ja, dat gebied gaat zich straks lenen voor inderdaad een dag uit.